Ik ben Suleiman. Ik ben nu 19 jaar oud. Ik speel nu voetbal en als ik klaar met mijn diploma hier te halen, ik wil ook verder gaan studeren voor een verpleger. Ik ben Houda. Ik studeer de richting verzorging. Ik wil niet direct gaan werken voor heel mijn leven of zo op één plek. Ik wil wel zo echt ambitieuze dingen doen in het leven, veel dingen nog hebben gezien. Mijn naam is Samza Mohamed, ik ben 18 jaar oud. We zijn met 9 kinderen thuis. Ik ben de oudste van de 9. Ik voel me als een tweede mama thuis. Ik help thuis heel veel. Ik werk ook graag. Later wil ik verpleging studeren. Toen ik was hier gekomen, ik was een beetje stil. Omdat ik ken niemand, ik kan ook de taal niet praten. Maar toen de mensen die zeggen, Bolivia kan geen Nederland praten. Dus doordat word ik boos en vecht elke dag. Maar door de leerkrachten geef me sticker, waarschuwing geven, advies geven, een beetje kalmeren. Dus elke dag wordt dat beter en beter. Doordat voel ik me eigenlijk een beetje sterker geworden. Op mijn eerste stage had ik het heel moeilijk. En de leerkracht zei tegen mij dat ik moest genieten. Niet te veel stressen. En zorg ervoor dat jij je hier goed voelt. En dit zijn ook mensen. Je moet die mensen verzorgen als het jouw eigen moeder of eigen vader is dat die daar zitten. Dus ik heb dat altijd meegenomen. En als ik die mensen verzorg, dan denk ik dat dat mijn eigen ouders zijn. En dan geef ik hun zoveel mogelijk liefde als ik kan. En dan komt het goed. Ik merk dat wel, dat de leerlingen hier worden geholpen met hun problemen. Toen ik zo dus minder gemotiveerd was om naar school te komen, het werd mij zo allemaal een beetje te veel. Kreeg ik wel echt zo van, Houda, kom aan, kom naar school, je kunt dat. Ik kreeg privéberichten en ik werd gebeld en zo door een leerkracht die echt achter mij stond. Leerkrachten die weten dat ik het altijd goed deed op stage, dus dan vonden ze dat jammer dat ik dan niet naar school kwam. Dat gaf een goed gevoel en dat heeft mij wel gemotiveerd om terug naar school te gaan en zo. Ik doe veel sporten, dus de leerkracht van sporten waardeert dat echt. En die zegt dat ook tegen mij, dat ik sportief ben, ik moet zo blijven gaan. Ik wil daar ook van blijven. Ik heb dat tegen mijn andere leraar gezegd, ik wil verder gaan studeren. Die zeggen, oké, dat is echt goed, doe dat maar, je kan dat, Suleiman. Doe dat maar. Ik stuurde een mail naar mijn leerkracht in verband met een vraag. En ineens kreeg ik dan te horen van een leraar die totaal niks mee te maken had van ah ja, Houda, jij kunt goede mails schrijven. Heel formeel, maar goed bezig. En toen dacht ik, oké, er is over gesproken geweest. En dat gaf mij wel een goed gevoel. Toen dacht ik wel van, oké, ik moet er misschien iets mee doen later. Misschien kan ik wel schrijfster worden later. Ik kijk heel erg uit naar mijn toekomst. Ik zit hier ook eigenlijk door mijn toekomst, omdat ik de hele tijd denk aan de toekomst van oké, binnen een paar jaartjes ben jij in een ziekenhuis, krijg je goed geld, heb je een mooie huis. Ik heb zoveel dromen, maar ik kan het niet allemaal. Dat is te veel om te zeggen. Een eigen boek hebben, op vakantie gaan. Ik heb gewoon wel veel dingen in mijn hoofd dat ik nog wil bereiken in het leven. Mijn oma zit in Afrika en die krijgt nu zoveel, die wordt soms ziek en die wordt de medicatie die ze wordt gegeven, dat was niet zo goed. Ik vind dat ook niet zo goed. Dus daarom probeer ik hier hard te werken aan een verpleger te worden. Dus ik ga ook medicatie kennen om ook mijn familie daar te helpen. Ik doe die voetbal voor mezelf. En ook misschien als ik een groot van voetballer word, ik ga ook mijn familie helpen door dat.